Ja, een hele goede avond allemaal. We zijn hier te gast bij Bakkerij Brouwer. En er wordt hier al heel hard gewerkt. Want dit zijn dit jaar de kandidaten voor heel GKU Bak 2022. En zij zijn bezig met hun eigen creaties te creëren hier in een echte bakkerij. We gaan eens even kijken wie hier druk aan het werk is. Hallo, goedemiddag. Wie ben jij? Hanna. Hallo, Hanna. Hanna, wat ga je maken hier? Cupcakes. Een cupcake. En heb je ook al eentje bij je die al helemaal klaar is? Ja. Mag ik die even zien? Laat eens even zien. Wat heb je voor moois gemaakt? Een beer. Een beer? Laat eens even zien. Ja. Het lijkt wel een ijsbeer. Ja, zoiets. Ja. En heeft hij ook een bepaalde smaak? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Wat doe je er allemaal in? Heb je een bepaald recept wat je volgt? Ja. Zo op de telefoon. Oh, die heb je even op de telefoon. En jij bent nu aan het mixen? Ja. Oké, dit wordt het beslag. Ik ga jou niet verder storen. Ga lekker verder. Kijk eens even. Dit ziet er al helemaal goed uit. Hier wordt flink gemixt. Eieren. Bloem, denk ik. Boter. Dat zijn allemaal hele lekkere ingrediënten. Nou, we gaan eens even kijken bij de andere deelnemers. Hele goede middag allemaal. Jullie zijn ook druk bezig? Ja. Wat zijn jullie voor lekkers aan het maken? Een cupcake. En wat voor cupcake? Een sticky toffee pudding cupcake. Een sticky toffee pudding cupcake. Nou, dat is een hele mond vol. Wendy, kom er eens even bij. Ja, dit jaar zit Wendy ook weer in de jury. Ja, een hele goede middag, Wendy. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja? Oké. Ik keek er ook echt weer naar uit. En heb je vandaag gegeten of heb je bewust... Ik heb wel bewust een wat lichtere lunch genuttigd. Okay. Ja. De vorige keer... De eerste ronde cupcakes, waar ga je op letten? Vooral op creativiteit. Creativiteit. Ja, vooral creativiteit, ja. Nou, en volgens mij zijn we hier aan het goede adres, want dit zijn volgens mij twee hele creatieve dames. Laat eens even zien wat jullie hebben gemaakt. Oh, kijk nou. Wauw. Kijk eens even, ik zal het even aan de mensen thuis laten zien. Dat is een prachtige Davidster met een kruis in het midden. Ja, gaaf hè? Ja. Wat denk jij? Waar zou die naar proeven? Nou, het eerste waar ik aan denk is een beetje karamel. Karamel, een beetje stroopwafel of zo. Zullen we eens even checken of dat klopt? Karamel stroopwafel wordt hier gezegd. Kom jij ook eens even naar voren. Ja. Wat is jouw naam? Sophie. Sophie, en jij bent? Julia. Sophie en Julia, als wij deze heerlijke, prachtige cupcake gaan proeven, waar smaakt die daarna? Botercrème en dadels. En er zit ook fondant op en stroopwafel. En stroopwafel, wauw. Ja, toch stroopwafel. Wendy had het toch goed. Ik had er toch eentje goed in. Ja, hou je van stroopwafel? Jazeker. Oké. Hé, en meiden, maar ik vind dadels vind ik zo'n bijzonder... Ja. Ja, nog nooit ook geproefd in een cupcake. Dus, wij zijn heel benieuwd. Heel benieuwd. Ja. Ja. We zijn hier te gast bij Jan de Boer. Jan, heb je er een beetje zin in? Ja, heel veel zin in. Ja, fantastisch weer. Die geuren die nou rijden, dus het belooft er heel veel. Ja. Ik verwacht er heel veel van. En we hebben dit jaar speciaal een kinderronde. En dit zijn de mensen die dus strijden voor de beste bakker. En we gaan eens even kijken. Ik zie hier twee oude bekende gezichten. Dat klopt, hè? Ja. Jullie hadden vorig jaar ook meegedaan. Ja. En wat hebben jullie toen gedaan? Wat hebben jullie toen gemaakt? Een driptaart. Een dripcake, een driptaart. Oh, was dat toen niet met al die lollies en zo? Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. En wat wordt het dit jaar? Een cupcake. Ja, dat was de opdracht, hè? Een cupcake. Maar wat kunnen we verwachten? Hebben jullie al een voorbeeldje klaar? Hebben jullie al wat mee? Die wordt er eventjes bijgehaald. Ja. Oh, kijk, is goed ingepakt. Hey. Dat is wel een hele bijzondere kleur ook. Kijk eens eventjes. Dan gaan we Willeke er even bij halen, want dat is ook een jurylid dit jaar die jullie kennen van vorig jaar. Willeke, kom eens even voor de camera. Willeke, waar moet jij aan denken als je deze cupcake ziet?
Nou, ik denk aan een vulkaan als ik eerlijk ben. Iets wat er helemaal uit springt. Zou het ook een explosie van smaken nou, zijn? Nou, ik heb net al een beetje gezien wat ze gebruiken. Dus ik heb er wel hoge verwachtingen van. We zijn heel erg benieuwd. Hebben jullie er ook een naam aan gegeven? De vulkaancupcake. De vulkaancupcake. Dus het was goed gezien. Het is een vulkaan inderdaad. Mooi geworden. En wat voor smaken kunnen we verwachten? Chocola. Chocola. En? Wat is dat, dat oranje? Dit in het midden, dat is de vulling. En, oh, er zit ook een vulling in. Ja. En waar proeft die naar? Witte pasta. Witte pasta. Witte pasta. Nou, we gaan ze niet langer van hun werk afhouden, want hier moet gewerkt worden. Dit is Heel GKU Bakt. Dadels, heb ik nog nooit in een cupcake geproefd, gezien. Van waar de keuze om dadels te gebruiken? Nou, sticky toffee pudding, dan heb je best wel vaak dadels erin. En wij maken sticky toffee pudding, dus dan zitten er dadels in. Dus dan past een dadels er goed bij de sticky toffee vulling. Oké, en wat voor smaak heeft nou echt een dadel? Heel zoet. Ja, precies. Ja, dus dat verklaart natuurlijk ook waarom je goed bij de sticky toffee past. En dan nog even een vraag. Hè. En de toffee smaak, hoe gaan jullie die dan verder maken? Nou, je hebt een saus en dat is een soort van karamelsaus. En die doe je er dan overheen. Lekker. Top. Lekker verder gaan. We hebben hier stiekem even de beslagkom gepakt van een van de kandidaten. Wendy, wat dacht je ervan? Even proeven? Nou, echt wel. Ik zit al de hele tijd te wachten op een kans. Dus ja. Oh, super lekker. Ja? Ja. Oké. Nou, ja, heel lekker. Die maakt dus een goede kans. Ja, zeker. Ja, echt wel. De eerste producten die gaan nu de oven in. Zullen we even kijken met elkaar? We hebben hier natuurlijk te maken met een hele grote bakkersoven. Ja, dat is wel een hele andere oven dan thuis. Maar laten we eens even gaan kijken. De eerste cupcakes, die staan er al in. Ja, wij denken nu iets te kunnen zien, maar dat is natuurlijk niet het geval. Jan, die zal hem even open doen. Ook kijken hoe ver... Wat is dat diep, die oven, Jan? Ja, dat gaat... Maar wat bak je normaal in? Gaat alles wat je bakt in deze oven? Ja, je gaat bolletjes in, cake, gevulde koeken, noem maar op. Alles wat je wil bakken, dan bakken we in de oven. En wat is nou een product van jullie wat het langst in de oven moet? Oeh, ik denk van cake. Cake? Ja, cake bij toch een uur, een kwartier. Ja. En het kortst? Bolletjes. Hoe lang zit een bolletje? 8 minuten. 8 minuten maar? Ja, maar een bolletje bak je op 280 graden en een cake bak je op 140 graden. Oh ja, oké. Dus een lage temperatuur, ja. Maar wel langer. Ja. Maar een bolletje is dus maar 8 minuten. Maar dat moet weer rijzen en zo. Ja, brood is 4 uur onderweg. Dus als de bakker s'nachts om 3 uur begint, heb je pas om 7 uur heb je pas brood en bolletjes. Dat hele proces duurt 4 uur. Hoe laat was je vanmorgen op? Vanmorgen was het 3 uur, dus dat viel nog wel mee. De eerste gisteravond om 9:30 al. En ze zoeken nu de mooiste er natuurlijk uit, want ze hoeven er maar één te presenteren aan de jury. Hey Wendy, vorig jaar hebben wij stiekem bij Jan hier in de bakkerij wat geproefd. Weet jij dat nog? Ja, ik zit er eigenlijk al de hele tijd naar te kijken. Denk jij wat ik denk? Ik weet het wel zeker. Zullen we het gewoon weer even gaan doen? Weer ja. Hij kijkt nu niet. Hij kijkt niet. Hou jij je hand op? Ja. Ja, dan... Hoe werkte dit ook alweer? Zo, hè? Even kijken. Nee, oh, wacht, dit? Nee, dit. Volgens mij is het een nieuw apparaat. Wacht even, zou het? Ik weet het niet. Ja! Ja, zo. Ja. Worden we heel veel. Ja, oh. Ja. Zal ik die vasthouden? Ja, even kijken. Ja, dit is echt slagroom, hè?
Kijk, nu weten we ook gelijk hoe Jan dit doet. Hè? Ja, inderdaad. Kijk, eigenlijk heb ik gewoon zin. Ja, nee. Vind je het spannend? Ja, heel erg. Ben je tevreden hoe het nog gaat? Ja. Is het gelukt? Ben je echt dat je zegt, zo hadden ze gemoeten? Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik vind dat ze mooi gebakken zijn, hoor. Dat heb je goed gedaan. Wat ga je nu doen? Dat erop doen. Oké. En dan wordt die? Zo. Zo. Ik vind deze zelfs nog mooier als die. Zie, er zit veel meer volume in. Loodjes, geloof ik. Wat hebben jullie net gedaan en wat moeten jullie nog doen? We hebben hier een gaatje in gemaakt en daar hebben we de saus overheen gedaan. En nu gaat de botercrème en dan gaat dit op topping. Oké, okay, nou, ben benieuwd. Een hele samenwerking. Ja? Opperste concentratie, want dit moet goed lukken natuurlijk. En het laatste stukje. Nou, zijn jullie tevreden? Ja. Ja? Ja. Ja, was het je bedoeling om hem zo te maken? Ja. Hey Wendy, ik heb even wat geregeld, lekker voorbij de thee. Wat dacht je ervan? Nou, super. Waar zullen we mee beginnen? Nou, weet je, ik vind die spuitchocolade in de bakkerij al zo heerlijk romig. Ja, ja. En het is al volop Pasen bij de bakker. Want het paasontbijt, dat lijkt er vandaag de dag allemaal een beetje bij te horen. Heeft natuurlijk helemaal niks met de ware betekenis van Pasen te maken. Maar toch, die eitjes, die vertellen wel een hele mooie boodschap. Want een eitje staat symbool voor het nieuwe leven. En dat is natuurlijk precies waar Pasen voor mag staan. Nieuw leven. Door het offer van Jezus Christus voor ons aan het kruis. Hij is daaraan gestorven, op de derde dag opgestaan. Mogen wij weten dat er nieuw leven mogelijk is. Maar wat een zoetigheid. Nou, je mocht er gebeuren, ja, misschien ook eigenlijk niet, dat je een keukenlaan zo... Oh, en dat je dit in de keuken allemaal gewoon bij de hand hebt. Hier, jij mag die proeven. Oh, kijk. Het eitje. Ja? Nou, volgens mij vindt Wendy alles lekker, als het maar zoet is. Nee, niet dat. Wat vind jij echt niet lekker? Ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen. Maar ik hou niet van witte chocola. Witte chocola, ook. Sommigen zeggen ook dat witte chocola helemaal geen chocola is. Hè? Nee, klopt. Ja. Pure chocola, dat is de meest, hoe zeg je dat? Oorspronkelijke chocola, zeg maar. Vind ik ook het lekkerst. En bijkomend voordeel van de chocoladesoorten is dat ook de meest gezonde. Yes. Wist je niet dat chocola ook nog gezond kon zijn? Nou ja, is waarschijnlijk ook niet. Maar oké. Okay. Maar dit karretje is inderdaad niet mis. Wij moeten echt thee gaan zetten en aan de slag. Inderdaad, ja. Zeker. Hey Willeke, waar kijk jij het meeste naar uit? Nou ja, naar de proeven natuurlijk. Waar ga je op letten? Het ziet er sowieso allemaal heel lekker uit. Waar ga ik op letten? Of het er inderdaad goed uitziet. En ik ga natuurlijk op de smaak letten. Of die goed naar voren komen en of ze bij elkaar passen. Hmm. Is er ook iets echt wat je helemaal niet lekker vindt bij gebak en bij koekjes? Nee. Oh. Dat komt goed. Trouwens, weet jij waar het karretje is gebleven met al dat chocola? Nee. Oh. Karretje? Nou, wat vreemd. Ja, er stond hier net een karretje, maar dat is nu weg. Ik weet niet waar je het over hebt. Oh. Gek. Toch maar even verder kijken. Ja.
Bakkers, nog 5 minuten. Bakkers, de tijd is om. Dames, zijn jullie klaar? Ja. Ja, oh, gelukkig. Waren jullie ook al klaar? Ja. Ja. En waar is de andere kandidaat? Oh, die staat er al. Kijk eens aan. Ja, jij bent al helemaal klaar? Dan is nu het moment gekomen dat de jury gaat oordelen. Wij gaan de verschillende cupcakes hier neerzetten. En dan gaan we kijken wat de jury ervan vindt. Dat is wel heel erg spannend. Nou, dit was ook wel heel bijzonder, want dit meisje was helemaal alleen. En ook nog, ja. En nou, ze is er echt een tijd mee bezig geweest. Hij was heel moe uit de douche uit de kerzen. Ik ben wel heel erg benieuwd of de jury er uiteindelijk is uitgekomen. Jan? Nou, we zitten nog druk in overleg, want we hebben het moeilijk deze keer. Maar, het is moeilijk deze keer. Kunnen ze niet gewoon allemaal winnen? Wat mij betreft wel. Nou. Gewoon drie keer op de eerste plek? Waarom? Wij bedenken toch de regels, of niet? Ja, maar wij komen er niet uit en we vinden ze alle drie... Ze liggen zo dicht bij elkaar. Als je 9 jaar bent en je maakt zo'n ijsbeeld. Ja. Helemaal zelfstandig en helemaal zelf, dat is al een prestatie op zich. Ja. Als je zo'n uitdaging pakt met een vulkaanuitbarsting en met gedurfde kleuren. Ja, en ook binnenkant. En hoe het gelukt is. Dat effect van die vulkaan of zo. En zo'n smaakcombinatie. Ja, met stroopwafel en met karamel en met die dadels erin. En ik vind het echt lekker. Je ziet, hij is bijna weg, dus dat zegt alles. Dus, dat smaakt naar meer. Zullen wij gewoon de deelnemers erbij halen? Ja. We houden ze gewoon nog even in spanning. En dat we dan gaan zeggen dat ze gewoon alle drie op de allereerste plaats geëindigd zijn. Ja. Een gedeelde eerste plaats. Ja. Uniek. Heel gekke u bakt. Ja. Kids. Jury, zijn wij, alle drie op de eerste plaats. Ja, en dan is nu het moment aangekomen dat we de winnaar bekend gaan maken. Maar ik ben eens even benieuwd wat de deelnemers er zelf van vinden. Wie denk jij dat er gaat winnen? Hun, denk ik. Jij denkt dat de dadel-cupcake gaat winnen? Ja. Waarom denk je dat? Nou, omdat het er wel heel mooi uitziet. Jij vond hem er ook heel mooi uitzien? Ja. Ja. En wie denk jij dat gaat winnen? Ook hun. Ook hun. En wie denken jullie dan dat er gaat winnen? Dan ben ik er wel even benieuwd naar. Zij. Oh, jij denkt dat zij gaat winnen met de ijsbeer. Vond je die mooi? Ja. Ja, die was heel erg mooi, hè? Nou, ik denk dat we jullie niet langer in spanning hoeven te houden. Ik ga het woord geven aan Jan, de juryvoorzitter. En dan gaan we eens even kijken wat de jury heeft te vertellen over jullie creaties. Zullen we dat doen? Zijn we wel aan toe, hè? Ja. Nou Jan, hier is de microfoon. Nou, zoals jullie zien, ze zijn bijna weg. Dus dat is al een goed teken, toch? En we kunnen alle drie zeggen, ze waren lekker. En ik vond het ook een mooi thema dat je cupcakes hebt. Want vroeger was er een bakker. Want hoe zijn eigenlijk cupcakes ontstaan? Er was een bakker, die had geen vormpjes meer. En die had kopjes en daar deed hij beslag in. En toen draaide hij hem om en dat had allemaal verschillende soorten. Kopjes cake, en dat noemde ze toen cupcakes. En je kunt zien, je kunt er alle variaties mee maken. Er was zelfs een trouwstelletje die wou een cupcake bruistaart hebben. Dus dat was heel leuk. Nou, maar deze vanmiddag 3 verschillende cupcakes, 3 verschillende soorten. Nou ja, en we zijn ze alle 3 even nagegaan. Als je zo'n ijsbeer kan maken en je bent helemaal alleen en je bent 9 jaar en je komt in zo'n grote bakkerij waar je nog nooit gebakken hebt. En je kan dit maken. En Willeke, ja. Hij was... Superlekker. Hij was superlekker. Ja. Echt waar, heel knap. Als je dan deze pakt, nou ja, jullie dachten dat dit de winnaar was. Maar dat verklappen we nog niet.
Maar wij vonden deze, hoe je bedenkt op een stroopwafel en die vulling met die karamel en dan die binnenkant met die dadels. Stiekem moeten wij straks nog heen hebben, want die was echt lekker. Maar we zeggen nog niet dat die gewonnen heeft, hè? Nee. En deze met dat zwarte, gedurfde, die vulkaanuitbarsting, ja, dat vonden we helemaal uniek, hoe je dat bedenkt. Toch? Ja, ik zou het niet kunnen bedenken. Maar ja, het is natuurlijk een wedstrijd. En Wendy geeft altijd degene door die gewonnen heeft. Dus. Oh, leuk. Ja. Bedankt, Jan. We hebben het er even over gehad. We hebben er lang over gehad. En dit is onze eindoordeel. Ja. Omdat wij zelf dit organiseren, zelf presenteren, mogen wij ook zelf de regels bedenken. En wij waren het er alle drie over eens dat de derde plek voor niemand is. En toen kregen we het over de tweede plek. En toen dachten we, nou, daar gaat die naar. Ah, nee, dat doen we ook niet. Toen dachten we, weet je wat? Die eerste plek, die gaat naar Hanna, die gaat naar Alberte en naar Tanja, die gaat naar Sophie en naar Julia. We doen een gedeelde eerste plaats. Echt heel goed gedaan. Allemaal. Echt waar. Dikke complimenten. Ja, en terwijl de prijzen worden uitgereikt aan een ieder die heeft gewonnen. Want hoe is dat? Allemaal zijn ze op de eerste plek terechtgekomen. En dat staat ook zo mooi in het logo van heel GKU Bakt. Romeinen 8 vers 37. Wij zijn meer dan overwinnaars. Jullie zijn allemaal winnaars vandaag. Hoe voelt dat? Heel goed. Goed, hè? Ja, ja. En hoeveel voelt dat voor jou? Goed. Nou, wat super allemaal. Mogen wij nog één keer een daverend applaus voor de deelnemers. Heel GKU Bak 2022. De kids die hebben meegedaan hier in de bakkerij. Jan, wat was het niveau hoog? Ik vond het geweldig, echt waar. De winnaars van de kinderronde, van de kidsronde. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat doen bij de oudere ronde.